Hoe vervang je de spanrol in een droogkast? Denk vooraf aan uw veiligheid en trek de stekker uit het stopcontact. Maak het bovenpaneel en het zijpaneel los. Koppel de draadjes aan de motor, de condensator en de NPC-voeler los. Draai de schroeven van de behuizing van de ventilator los. Duw op de vergrendelingsliepjes en verwijder de behuizing. Verwijder de veer van de motor. Draai de schroeven die de motor op zijn plaats houden los. Haal de aandrijfsnaar rond de spanrol los en verwijder de motor. Draai de moer van de spanrol los en vervang de spanrol. Plaats de aandrijfriem terug op de as van de motor en zet deze terug op zijn plaats. Plaats de aandrijfsnaar op de spanrol. Kijk na of deze goed geplaatst is. Plaats de veer terug op de motor. Plaats de behuizing van de ventilator terug en draai de schroeven weer vast. Koppel de draadjes aan de motor, de condensator en de NPC-voeler weer vast. Hermonteer het zijpaneel en het bovenpaneel. Zo vervang je de spanrol in een droogkast. Bent u op zoek naar de juiste onderdelen voor uw droogkast? Stuur dan een mail naar info@directrepair.be.